Het ingenieursbureau WSP Caribbean heeft nog meer tijd nodig om de voorstudies voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier af te ronden. De diverse studies begonnen in mei vorig jaar en zijn afgelopen maandag en dinsdag gepresenteerd aan de ministers van Openbare Werken van Guyana en Suriname. Minister Riad Noor Mohammed zegt dat het traject van de studies verlengd moest worden, aangezien de Corantijnrivier een vrij moeilijke rivier is. En nu vragen ze weer verlenging van 3 maanden. Dat hebben we gekund, onder voorwaarde dat daarna verlenging niet meer mogelijk is. Dus wij vragen ze nu om versnelde resultaten te presenteren. Dat is gebeurd. Over 2 of 3 weken zullen ze het ontwerp aan ons presenteren. En gisteren is het besluit genomen dat wij de 5 geselecteerde bouwbedrijven zullen vragen hun finale aanbieding te doen. Dus dat is het belangrijkste besluit dat gisteren genomen is. En over 2 of 3 weken nemen we het besluit over het verder verloop. Maar het laatste traject is al ingezet. Onder de 5 geselecteerde bouwbedrijven zijn er 4 Chinese bedrijven en 1 Europees bedrijf. Het gaat om grote bouwbedrijven in de wereld die megaprojecten uitvoeren, meent Noor Mohammed. En natuurlijk, ik denk dat is wat je vraagt, de verplichting gaat sowieso zijn 30-50%, waarschijnlijk gaan we richting 50% gaan, kan ook 70% zijn hoor, dat Surinaamse aannemers verplicht zijn deel te nemen bij de bouwwerk. We letten op 2 dingen, 1 de technische aanbieding en de financiële aanbieding. Dat zijn de 2 zaken waarop we nu gaan letten. In het voorstel moeten het finaal ontwerp, de begroting en het inningsmodel worden gepresenteerd. De aanbesteding voorziet in het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de brug. Het bedrijf is dus vrij om aan te geven hoe zij aan meer kosten zullen komen, zegt minister Noor Mohammed. De beoordeling van de voorstellen zal 6 weken duren, waarna er door Suriname en Guyana een gezamenlijk besluit wordt genomen welke aanbesteding in aanmerking komt voor het bouwen van de brug over de Corantijnrivier.